Zowel leren als de handen uit de mouwen steken en in de praktijk aan de slag gaan, kan door middel van het leren met begeleiding van een opleidingsbedrijf. Opleidingsvereniging Genemuiden ondersteunt leerlingen met dit traject in de bouw. We gaan langs om hier meer over te leren. Opleidingsvereniging Genemuiden is een samenwerkingsverband van aangesloten bouwbedrijven die jongeren opleiden voor de bouw. Ze kunnen een opleiding kiezen voor timmeren, metselen of tegelzetten. Het is een 2-jarig tot een 4-jarig arbeidscontract die ze bij ons afsluiten. En daarna is er een baangarantie bij onze bouwbedrijven. Een leerling die heeft een VMBO-diploma gehaald en die komt dan bij ons solliciteren tot een baan als leerling timmerman. En wordt hij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dat sollicitatiegesprek gaan wij kijken wat voor diploma hij gehaald heeft en wat voor hem de richting is die hij moet gaan doen in de bouw. Dus moet hij eerst nog in de werkplaats? Heeft hij onvoldoende kennis en kunde om direct al in de bouw aan het werk te gaan? Komt hij eerst nog in de werkplaats, wordt hij bijgeschoold. En daarna gaat hij naar een passend bedrijf, leerbedrijf, die bij de jongen past. De leerling staat centraal, dus dat is het uitgangspunt. En dat is voor ons heel belangrijk. Tijdens het leerwerktraject in de bouw leren de leerlingen hun technische vaardigheden die ze in de theorie hebben geleerd om te zetten naar de praktijk. Daarnaast leren ze ook het sociale spel op de bouwplaats kennen. En dat is natuurlijk ook nodig voor een verdere ontwikkeling. De leerling krijgt bij binnenkomst een introductieweek. Hij krijgt van ons een volledig kledingpakket, gehoorbescherming, autoplastieken. Krijgt hij van ons daarnaast. In de eerste week is ook een VCA-cursus. Dus voordat hij de bouw opgaat, is hij van de veiligheidsnormen op de hoogte. En daarnaast, als hij naar het passende bouwbedrijf gaat, dan wordt hij begeleid door ons. 4 keer per jaar wordt hij door de leerlingbegeleider van de opleidingsvereniging bezocht. Mijn ervaring is dat ik al bij verschillende bedrijven heb gelopen en kijken hoe het rijlen en zeilen daar bij elk bedrijf is het weer verschillend. En iedereen heeft zijn eigen manier van bouwen. En zo leer je, als je vragen hebt, kun je altijd weer terug naar je leermeester. En je leert van A tot Z hoe het rijlen en zeilen gaat in de bouw. En dat is toch wel vet om dan een eindproject af te sluiten. Er is schaarste op de arbeidsmarkt. Daarom is het voor de bouwsector van belang om jonge mensen al vroeg te enthousiasmeren voor het bouwvak. Als leerling zijnde kunnen de leerlingen ervaring opdoen in het bouwen. Ze kunnen de theorie omzetten naar de praktijk en ze kunnen hun skills ontwikkelen om zo klaargestoomd te worden voor de sector.